Ik ben inderdaad al jaren bezig met het ontwikkelen van een biologisch luchtfilter. Dat gaat niet zonder horten of stoten. Ik heb daar best wel de nodige tegenslagen, CQ tegenwerking in gehad. Maar we zijn op het moment toch zover dat we kunnen zeggen, we staan eigenlijk aan de vooravond van dat ding gepresenteerd kan worden. In Nederland hebben wij ten opzichte van het klimaatakkoord, waar ik in Brussel ook met het klimaatakkoord en de circulaire economie ook woordvoerder ben, hebben wij er alweer een kop bovenop gezet. Maar het gaat om één ding, en dat hebben we steeds ook in Brussel gezegd met het hele klimaatakkoord. Het gaat om haalbaar, betaalbaar, uitvoerbaar, dat moet het zijn. En een heel belangrijk punt, daarom noem ik dit voor deze lezing nog even. Het klimaatakkoord in Europa spreekt uit dat voedselproductie in eigen regio behouden moet blijven. Ja. Nou. Als biologische sector willen wij ook heel graag emissie reduceren. En in onze ogen doen we dat ook al heel veel, alleen bij Wageningen kunnen ze ons niet certificeren. Hmm. En deze domweg om de reden dat ze, bij ons komen de varkens allemaal buiten. Buiten is de wc, buiten zit de put en dan kunnen ze niet meten hoeveel die ammoniak uitstoot is, want de wind die gaat er overheen. Maar wat ik probeer te bereiken is een systeem te ontwikkelen en goedgekeurd te krijgen om voor de Nederlandse markt, waar de boer op een kostengunstige manier de lucht mee kan reinigen. En zonder dat hij daar allerlei chemische troep voor nodig heeft en zonder dat hij daar een hoeveelheid spuiwater bij produceert, waar hij vervolgens weer op land moet brengen. Dat is eigenlijk het doel waarvoor ik dit product heb ontwikkeld, zeg maar. Mevrouw Schreijer-Pierik, wat denkt u in Brussel te kunnen bereiken voor deze sector? Nou, in Brussel hebben we al heel veel zaken naar orde gehad en gezegd een gelijk speelveld moet toegepast worden. Als het gaat om deze innovatieve ideeën en als je kijkt zeer zeker ook naar de biologische landbouw, ja, dan wil Nederland er wat mee doen. Ook kringlooplandbouw en ook de minister is daarmee bezig, het klimaatakkoord, dan zitten hier mooie oplossingen in. Ik hoor van Jan Baaier, hoor ik heel duidelijk, dat hij steeds vastloopt op medewerking van Wageningen. Dat kan niet waar zijn. Wageningen krijgt binnenkort nog weer zoveel extra geld, in heel Europa miljarden. En wij vinden ook dat daar zaken uit moet komen die ook boeren, familie, gezinsbedrijven de voortgang kunnen bieden. En niet te gaan blokkeren.